Vanochtend hebben we nog flink wat ruimte voor de zon in ons land. Maar boven de Noordzee liggen de eerste wolkenvelden alweer klaar. Daar krijgen we dan in de loop van de middag mee te maken. Maar tot de avond blijft het overal in ons land wel droog. De stevige wind vandaag die gaan we toch zeker merken: boven land meestal matig van kracht, langs de kusten op de wadden zelfs krachtig. Met maxima van uiteindelijk een graad of 13 voelt het toch een heel stuk kouder aan dan het daadwerkelijk is. Ga je dus naar buiten, trek dan wel eventjes een dikke jas aan. Want kijk je door het raam naar buiten, dan is het prachtig. Maar eenmaal buiten, dan denk je er toch iets anders over. Vanavond is het overal bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Mogelijk dat in het noordwesten van het land een enkel lichtwinters buitje valt. Die lichtwinterse buitjes vallen morgen met name in de oostelijke helft van het land. Er valt af en toe een vlok natte sneeuw, misschien wat korrelhagel, maar echt wit wordt het zeer waarschijnlijk niet. Temperaturen wel een heel stuk lager, hooguit 7 graden en opnieuw een nieuwe stevige noordenwind. Ook maandag hebben we nog wat winterse buitjes. Misschien dat het ochtends vroeg lokaal wat wit is in het noorden van het land. Vanaf dinsdag is het wat vaker droog met meer ruimte voor de zon. De wind neemt flink in kracht af en de temperatuur gaat elke dag weer een graadje omhoog. Ik ben Wilfred Jansen en ik wens u nog een fijne zaterdag.